In deze video ga ik in het kort uitleggen wat duplicate content is. En na een korte zoektocht kwam ik op jimmyandjill.com of .com. Wat ik overigens een hele coole website vind. Het ziet er erg strak uit. Dus complimenten daarvoor. Maar ik ga eventjes het duplicate content verhaal laten zien wat bijna elke webwinkel hiermee te maken heeft. Ik ga bijvoorbeeld naar jongenskleding en dan ga ik naar t-shirts. En dan zien we hier het overzicht van de t-shirts. En dan kunnen we hier naar pagina 1, 2, 3, 4. Maar, en nu komt het hier links in het menu, zien we zaken waarop we kunnen sorteren of categoriseren. En wanneer ik bijvoorbeeld op prijs klik, en ik kies dan hier 30 tot 40 euro, dan zie ik hier boven in de URL, zie ik dat er een variabele in komt te staan, een parameter. Prijs is 4% 2C10. En dit is dus een andere URL als wanneer ik dit niet doe. Maar we zien hier dit t-shirt bijvoorbeeld. En dat zien we ook terugkomen wanneer we de filter van de prijs aanzetten. Oftewel, deze pagina's, 1, 2, 3, 4, met deze artikelen, dat zijn alle artikelen die er zijn en die ziet Google. Kiezen we nu hier nu bijvoorbeeld prijs tussen de 20 en de 30, dan zien we hier nog steeds hetzelfde t-shirt staan, alleen zijn er een aantal weg. Met andere woorden, die pagina is eigenlijk niet veranderd. Er is geen nieuwe content bijgekomen, de content die er staat is hetzelfde gebleven, er is alleen wat weggegaan. En dan krijgen we dus te maken met duplicate content. Nou, en wanneer we ook in Google gaan kijken, en dan heb ik hier de zoekopdracht site dubbele punt, en dan heb ik hier de URL genomen met t-shirts.html. En we doen hier site dubbele punt en dan de URL. Dan zien we hier dat Google een flink aantal URL's heeft geïndexeerd. Een heel flink aantal. 110 resultaten. Die allemaal eigenlijk dezelfde pagina zijn. Dat zijn allemaal de jongenskleding t-shirts pagina. Alleen telkens met net andere producten. Dus bijvoorbeeld alleen de American Outfitters. Of alleen maat 104 tot 122. Nou, je ziet ook dat al die URL's dezelfde titel hebben en dezelfde omschrijving hebben. Nou, dit is dus een typisch geval van duplicate content. Het zou beter zijn om één versie te kiezen, in dit geval de bovenste, zonder parameters. En de rest hoeft niet geïndexeerd te worden door Google, omdat hij die producten toch wel kan vinden via deze pagina. En dat dit is eigenlijk allemaal ruis is wat hieronder staat. En dat is dus duplicate content, on-page duplicate content.